Richard, het was behoorlijk koud in het stadion vanavond. Heb jij het warm gekregen van deze wedstrijd? Ik heb het heel warm gekregen van de hele tijd zo coachen, ja. Ja, absoluut. Ja, want je was heel druk bezig langs de lijn. Ja, omdat ik echt vond dat er vandaag wat te halen viel. Dus we zijn na een minuut of 20 zijn we echt vooruit pressie gaan geven in de eerste helft. Ja, en dan moet je mensen aanzwengelen om vooruit te gaan. En dat ging steeds beter en beter. En dat resulteerde volgens mij ook in een goal. Een paar seconden voor rust. Ja, daarvoor was je een beetje ongelukkig eigenlijk op achterstand gekomen. Ja, kijk, wij moeten na 20 minuten moeten we volgens mij op 2-0 voorsprong staan. Want we krijgen twee van die levensgrote kansen. Er wordt een goal afgekeurd voor buitenspel. Later hoor ik dat het geen buitenspel is. Maar goed, wie ben ik? Ik kan het niet zien vanaf mijn positie. En door eigenlijk een individuele fout komen we op 1-0 achter. Wat echt super zonde is, want we zaten hartstikke goed in de wedstrijd. Nou, van daaruit hebben we gezegd, laten we hoger en hoger gaan verdedigen. Ja, wat uiteindelijk resulteerde in dat we nog twee prima kansen creëren. En uiteindelijk nog een goal maken. Ja, lekker moment om op 1-1 te komen. Ja, tuurlijk. Seconde voor rust. Heerlijk. Ja. En dan de tweede helft. Ja, lijkt het dat er maar één ploeg is die aanspraak gaat maken op de voorsprong. Maar je komt eigenlijk door een heel curieus moment al opnieuw op achterstand. Ja, ik kon hem niet helemaal goed zien. Maar ik had ook het gevoel van, we gaan er zo meteen overheen lopen. Ik vond ons ook wat fitter. En we probeerden ook wat meer druk vooruit te voetballen. Maar toch kregen we hem om onze oren. En dat was echt zonde. Ja, dat was een beetje een raar moment. Liever lag geblesseerd op het veld. Het leek alsof de bal uitgeschoten zou gaan worden. Maar daar waren ze niet allemaal mee eens aan het Friese kant. Nou, kijk, Heerenveen begrijp ik wel, want er is geen regel dat je hem uit moet schieten. Het is een sociaal wenselijke regel om hem uit te schieten. Wat ik jammer vind is dat een scheidsrechter geen leiding neemt. En als die leiding neemt, dan fluit hij hem af. Wij moeten ook een stuk slimmer zijn en gewoon die bal pakken en gewoon zelf uittrappen. Dus ik vind dat wij dat niet goed doen. Maar Heerenveen kan ik hier niks in kwalijk nemen. Ja, dan komt de gelijkmaker. Corner, koppen we prima in volgens mij. Daar besteden we veel aandacht aan. Vandaar dat we ook daar vaak uit scoren. Dus dat was prima. En toen waren we eigenlijk alleen maar bezig om de derde goal te maken. Ja, en die had je vanaf 11 meter kunnen maken. Waar het niet dat de bal niet op de stip ging? Ja, ze wordt gewoon letterlijk door twee mensen dwars door midden gezaagd. Ik was blij dat ze nog heel was. Want weet je hoe. Alle situaties, hoe je het went of keert, dit was 100% een pingel. En dan gaat die bal naar de andere kant. En dan maken wij ook een overtreding in de 16 meter. En ook dat is een penalty. Maar volgens mij gaat het altijd om de eerste overtreding. Dus dat was heel warrig. Ik heb ook nog nooit meegemaakt dat er 5 gele kaarten in een vrouwenwedstrijd worden gegeven. Dat maakt dat het een beetje een rare wedstrijd was. Ik denk als er publiek bij was, dat het een hartstikke leuke wedstrijd was. Ja, maar het was spannend tot letterlijk de laatste seconde ongeveer. Ja, ik moet zeggen, Heerenveen heeft er alles aan gedaan om toch nog de overwinning binnen te slepen. En ook wij. Dus ik denk als je, als je fan bent van beide clubs of een neutrale toeschouwer, dat het hartstikke leuk was. En hoe is dat als trainer? Ben je blij met een punt? Nee, want ik vind nog steeds dat wij hadden moeten winnen. We hebben er ook aanspraken op gemaakt. Ik vind dat we het gewoon op heel veel fronten hartstikke goed deden. De wedstrijd heel goed opgebouwd. Een pingel moet niet uiteindelijk het beslissende zijn. Want ik denk dat we de wedstrijd eerder hadden kunnen beslissen. Maar goed, het had ons wel kunnen helpen.